Jannik Peters, is dit de bekroning van het harde werk? Denk het wel. Het was parcours maar wel laag, want de voorbije week is het alleen maar een rap rijden geweest, een heel snel parcours. En dit was wel een heel lastig parcours. En daarom denk ik dat op zo'n parcours iedereen op zijn plaats komt. En de derde plaats was denk ik het hoogst haalbare. Wanneer heb je eigenlijk die beslissing genomen van 2 maal te wisselen per ronde? Ik had verkend en ik wist niet goed met wat profiel ik moest rijden. Want in Zandt had je dan zo'n heel licht profiel nodig en in de wei was het eigenlijk vettig en had eigenlijk het grootste profiel nodig. En ik kon niet goed kiezen in de opwarming. Daarom heb ik gekozen om elke halve toer te wisselen. Omdat je dan eigenlijk een halve toer in Zandt rijdt en een halve toer in de wei. En daarom heb ik daar. Dat heeft je bijna genekt. Geen niks zou ik niet zeggen. Ik denk, in het begin maakt het verschil, denk ik, mee direct mee te gaan. Omdat ik die bandenkeuze heb gemaakt. En als iedereen zo op zijn plaats kwam, heb ik op hetzelfde profiel verder gereden. En ja, het was zo wat kantje boordje misschien, maar ik ben wel tevreden met die derde plaats. Had je dit of deze plaats nodig voor je gevoel? Ik denk dat ik in namen en zo al bewezen heb dat ik. Dat goed was op lastige parcours. En op snelle parcours is dat niet altijd even gemakkelijk om op je plaats terecht te komen. Omdat iedereen kan wel snel rijden. Je kunt niet 5 per uur rapper rijden dan iemand anders. Allee, ik toch niet. Dus. Maar ja, deze was een heel lastig parcours en dan komt iedereen op zijn plaats. Hè.